hoe kom ik nou hier terecht als Nederlander in zo'n mijn nou, relatie beeldhouwer. Ik werk heel veel of bijna uitsluitend met marmer. En een van de marmersoorten waar ik heel veel in werk is rode Alicante. Alicante Rojo, dat is ook de marmer die hier gedolven wordt in deze mijn. Er zijn verschillende marmermijnen in deze regio. In La Romana zit Spaans goud, zoals ze dat noemen. Ora Español. In Algenia zit crema marfil. En dan zijn er nog wat schakeringen daartussen. Maar dat zijn zo'n beetje de drie hoofdsoorten die heel veel in de marmerindustrie verwerkt worden. Dit is rode Alicante. Een van de weinige mijnen die nog echte goede rode Alicante levert. Het is een relatief schaars product. En de mijn waar wij zo dadelijk in gaan, daar wordt al 60 jaar gedolven. En ze kunnen, om de schaarste een beetje te relativeren, nog wel 60 of 70 jaar vooruit met het delven van. Het is een marmersoort die heel veel gebruikt wordt voor vloeren en ook voor bekleding van grote wanden, van industriële panden, maar ook in de huisbouw, in de architectuur wordt heel veel gebruik gemaakt van ja, die schitterende rode Alicante. Schitterend omdat die mooi rood is en heel mooi geaderd met ja, hele mooie witte lijnen, maar jullie zullen dat zo dadelijk ook zien. Marmer, heel belangrijke grondstof in deze regio. De verwerking gebeurt hoofdzakelijk tot tegels, 2 of 3 centimeter dikke tegels. En dat en de omliggende dorpen hebben wel wat marmerfabrieken, zaagfabrieken. Maar het centrum is Novelda. Eens was dit een sector die goed was voor 30.000 banen in deze regio. Dus dat is echt niet weinig. Door de economische crisis is er veel teruggang. Dat is één oorzaak. Andere oorzaak is dat de verwerking van de marmer op dit moment heel veel gebeurt in China. Die blokken zoals je hier ziet liggen, die gaan op een groot schip, worden naar China verplaatst, worden daar gezaagd, bewerkt en gepolijst en komen als tegels weer terug hier in. Ja, het is onvoorstelbaar. De marmer die hier zit, rood. Veel afval zullen jullie zien. Afval zoals dat hier opgestapeld ligt, die grote blokken. Zijn niet geschikt om ze te verzagen tot 2 centimeter of 3 centimeter dikke tegels. Dat heeft te maken met het feit dat die berg die is heel hoog en binnen in die berg daar is die marmer heel massief door miljoenen jaren geleden ontstaan uit druk en hitte is dat heel goed samengeperst. De afval komt meestal van de bovenste lagen waar minder druk, minder hitte is geweest. En daar zitten heel veel scheuren in. Jullie gaan dat zo dadelijk op de mijn ook zien. Even persoonlijke noot. Ze hebben alles nat gemaakt en dat doen ze om de stof een beetje tegen te gaan. Maar het heeft ook een nadeel dat het spul behoorlijk aan je voeten gaat kleven. Dus als je de mogelijkheid hebt om over droge stukken te lopen, loop over droge stukken en probeer het natte te vermijden. Want je voeten worden steeds alleen maar groter en zwaarder. Die blokken, dat is allemaal al goedgekeurd en bijna allemaal verkochte marmer. Als je goed op die blokken kijkt, dan zullen ze allemaal een nummer hebben. En dat nummer dat staat voor een afnemer. Aan die kant moeten blijven en waarom we snel voorbij die machine moeten, daar zit een kettingzaag op. En het risico dat die knapt is heel klein, maar als die knapt,
al die zaagnopjes die eraan zitten, die worden dan gecatapulteerd. En als je daar achter loopt, ja, en je wordt getroffen. Als voorbeeld zo'n ketting. Dit is zo'n ketting. Daar zit een staalkabel binnenin. En daartussen zitten een legering. En al deze puntjes, dat zijn stukjes gehard metaal met diamant. En die ketting die loopt over die machine, daar gaan we dadelijk wel wat van dichterbij bekijken. Die wordt steeds nat gehouden, daarom is er ook relatief weinig stof bij dat hele proces. En zo wordt die hele muur doorgezaagd. Hoe doen ze dat nou? Ze boren een gat van naar boven, helemaal naar beneden. Daar nog eentje, daar nog eentje. Dat doen ze aan het begin, een gat van de hoogte die ze af willen zagen. Dan doen ze dat aan de plek waar ze de lengte van de muur willen hebben. Ze ook boren naar beneden. Dan komt er een motorzaag, zoals jullie misschien wel kennen van waar hout mee gezaagd wordt. Alleen dan eentje voor marmer met een zaagblad van hier tot hier. En dan wordt die hele muur over de lengte van daar waar ze begonnen zijn met dat gat te boren, tot hier in één keer gezaagd. Als die boordingen gemaakt is, dat boorgat, en die snede is gemaakt, laten ze een touw zakken. Ze pikken dat touw op hier, maken die ketting eraan vast, hangen hem aan die machine. En die machine die zaagt over deze lengte ongeveer 3 dagen. En dan hangt dat blok los. Ondertussen worden daar spieren onder gezet, ondergeslagen, dat die niet kan omvallen. En op een gegeven moment dan is die zaag er helemaal doorheen. Dan wordt er heel veel zand, jullie zien daar ook grote hopen zand liggen. Die worden voor die muur gekiept met grote vrachtwagens, grote en echt hoge bergen. En dan komen ze met een hele grote tand, die hangen ze achter die zaagsnede en trekken die muur om. Dan valt die op die zand, daardoor wordt de val gebroken. Het is een enorme dreun die dat teweeg brengt. En dan hebben ze precies het formaat breedte wat ze hebben willen, alleen ligt die dan plat. En dan gaan ze met een machine, dan wordt er, als die muur zo plat ligt, dan worden die lengtes erop gezet en overal boorgaten aangetekend. En daar gaan ze met luchtdruk gaten boren. Dat zijn ook die gaten, die sleuven die jullie overal op die stenen zien. Die worden daardoor geboord. Dan worden spieren ingezet. IJzeren spieren. Eén spier zo, één spier zo, eentje ertussen. En zo in een aantal gaten. Dan komen ze met een vuisthamer van 1,15 kilo. Bam, 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 bam. En het breekt open. En dan heb je één zo'n blok. Veel mensen waren in de veronderstelling dat dat met springstof gebeurt en zo, maar dat is natuurlijk zonde, want dat kun je niet controleren. Ja, ja, dan komt hij om. Nou, dit is die tand waar ze die muur mee omtrekken, dus dat zetten ze voor aan zo'n grote heftruck, zeg maar. En dan trekken ze die muur om en je ziet hoe plat. Ja, die is al gekanteld. En hij is nou die blokken aan het zagen. Of zagen, aan boren. Hij boort daar gaten in. Top. Motorzaag waar ze dus onder mee langs die muren
over die hele lengte, want dat zwaard dat komt zo. En die machine loopt ook weer over die rails, heel langzaam naar achter. En hij trekt zo. Het is een beetje een afwijkende zaag. Die puntjes die hierop zitten, dat zijn allemaal widia-puntjes. Dat zijn eigenlijk blokjes, dat is helemaal niet scherp. Maar doordat het zo'n gehard metaal is, met water, kan hij een perfecte rechte zaagsnede maken. Nou, dit zijn dus fossielen en dat is een duidelijk signaal dat het ooit zee geweest is hier. En ik vraag net aan hem, heb je een idee hoe oud dat is? En hij zegt 300 miljoen jaar. Ongelooflijk.